Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert of zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win podcast. Vandaag ben ik hier met Martijn Lemmens. Hij was 30 jaar lang werkzaam bij Ernst & Young in de digitale marketing. Hij is psychica-facilitator en gecertificeerd instructeur. En hij heeft al een hele lange aanloop met NLP, transactionele analyse, familieopstellingen. En hij is op dit moment een boek aan het schrijven over coachen met psychica. Nou, je snapt, daar wil ik alles van weten. Dus heel erg leuk dat je er bent. Voor jou, vind je het werk wat ik maak gaaf? Deel het volop op je social media. Maar je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar dat hele kleine knopje doneren. En zo je waardering aan ons overbrengen. Dat waarderen wij weer enorm. Dus dat gezegd hebben we nogmaals welkom, Martijn. Dankjewel. Hallo Janneke. Ja. Hey, vertel eens, want als je 20 jaar lang in het digitale marketing aan het werk bent, hoe komt het dan dat je ook zeg maar geïnteresseerd bent in persoonlijke ontwikkeling? Hoe liep dat zo? Tjonge, dan moet ik wel een paar jaartjes terug. ik denk dat het begin van deze eeuw was, dat ik daarin geïnteresseerd raakte. En eigenlijk was misschien de aanleiding wel dat een traumatische gebeurtenis in mijn leven, dat je ergens tegenaan loopt en dat je denkt dat er een soort luikje open gaat van misschien is er wat meer waar ik wat mee kan, in plaats van alleen maar dat verdriet en die stress te voelen. Ik denk dat daar origineel de interesse vandaan kwam. En dan begin je eens met wat kleine dingen. Je leert dus iemand kennen. Via mijn vrouw, die zelf psychologe is, kwam ik met dingen in aanraking. Bijvoorbeeld die NLP en familieopstellingen. Je gaat eens naar een dag of een weekend daarvan en dan merk je dat bevalt. En ik ben altijd iemand geweest, als mijn ervaring goed is, nou dan ga ik er vol voor. Zelfs al ben ik in het begin ook heel erg sceptisch. Maar als de ervaring goed is, ja, volg je eigen ervaring. Dat is wel een van mijn motto's in het leven. Dus ik denk al dit jaar, 20 jaar bezig met die reis naar binnen. Van zelfontwikkeling en zelfrealisatie. Ik ben dan direct super nieuwsgierig, waar was je in het begin heel sceptisch over, maar waar je wel direct een goede ervaring bij had? Nou, bijvoorbeeld familieopstellingen. Voor degene die weten wat dat is, hè, dan ga je in een familieopstelling staan als representant voor een ander. En ik zat daar aan de kant, ik was mee samen met mijn vrouw daarheen. En ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? Maar toen werd ik gevraagd om de vader van iemand te zijn in zo'n opstelling. Ja, en de gevoelens die ik toen had, daarvan wist ik, dit is niet van mij. Het was een hele heftige situatie. Dus het was de dame die de vraag inbracht, was iemand die misbruikt was in haar leven door diverse familieleden, inclusief die vader. En ik stond daar dus en ik dacht, ja, maar alles wat ik hier voel is niet van mij. Weet je, Martijn Lemmens was 20 jaar geleden, als die met zijn dochtertje naar Bambi keek en de mama van Bambi ging dood, stonden de tranen in mijn ogen. Maar ik was hier gewoon een keiharde man die zei, de hele wereld kan me gestolen worden. Ik doe precies wat ik wil. Nou, zo'n ervaring bedoel ik. Dat je denkt, dit ben ik niet. Dus er gebeurde in die familieopstelling iets wat ik niet kan verklaren, maar waarvan ik wel wist op dat moment, dat gebeurt er. En ik kan vertrouwen dat er dus iets meer is dan alleen maar wat ik kan zien. Ja. Op zo'n manier. Ja, hey, en ik kan me helemaal voorstellen dat als je bij Ernst & Young werkt en in de digitale marketing zit, hang je dat dan aan de grote klok, zo'n ervaring, of hoe gaat zoiets? Dat hang je niet aan de grote klok, nee. Ik denk wel dat de meeste mensen op persoonlijk niveau het prima vinden om het over meer te hebben dan alleen maar cijfers en dan alleen maar. Maar ik denk ook dat de gemiddelde werknemer, waar ik mee werkte, die stond daar niet per se voor open. En laten we wel zijn, er was natuurlijk ook iets anders in het werk dat we aan het doen waren. Dus je praat door de dag heen over de projecten en over de dingen waar je verantwoordelijk voor bent. En de meetings die je moet organiseren of de reizen die je moet voorbereiden. Je zit natuurlijk sowieso niet in een baan waar je de hele dag over je gevoel aan het praten bent. Maar in één-op-één ontmoetingen heb ik ook met genoeg mensen er wel over kunnen praten. En het is ook een andere wereld. Ja, tuurlijk. Hey, en je bent daar toch weggegaan. Ik kan me voorstellen dat je dan een wat gouden handboetjes afdoet. Hoe gaat zoiets? Ja, dan kom ik toch bij psychica. Ik heb heel wat gouden handboetjes afgedaan. Ik wist van binnen dat het de juiste beslissing was.
Maar om echt weg te gaan, om niet bang te zijn dat je dan geen toekomst meer hebt, dat je je zekerheden loslaat van dat salaris, maar ook van die leaseauto en van de bonus. De energie die je kreeg van het reizen over de wereld en collega's ontmoeten. Dat is natuurlijk ook een hamsterrad, hè, waar je in zit en dan 2 keer per maand naar Londen, af en toe naar New York, naar Hongkong. Dat loslaten, daar heb ik wat balansen op mogen doen. En, balansen? Ja, psychica is een methode om belemmerende overtuigingen en stress te transformeren. En dat doen we met oefeningen. Die oefeningen heten balansen, dus het is de naam van een psychica oefening. Maar ik heb heel wat belemmerende overtuigingen rondom vertrouwen dat er genoeg zou zijn, ook als ik weg zou zijn. Of angsten rondom het loslaten van die gouden handboeitjes die je zo noemt. Om dat te transformeren. En om helemaal vrij te zijn, om mijn hart te volgen. En ik ga nu invullen, hè? Ik ben een glad ijs. Ja, maar dus dan voel je ergens, dan verluistert je hart van doe maar, doe maar. Maar dan houdt je ego, je angstbrein of wat dan ook, die houdt je in de tang. Hoe moet ik dat voor me zien? Wie is dan die dan toch graag wil stoppen? En wat is dan wat dat vet eng vindt en jou liever in die grote organisatie houdt, waar alles en volgens mij hartstikke leuk is? Want als ik je erover hoor vertellen, klonk het alsof je naar je zin had. Absoluut. Er hingen ook nog hartstikke mooie secundaire arbeidsvoorwaarden aan vast. Ben je wel gek bijna als je daar dan... Wat is dat dan? Wie zijn die twee stemmen? Laat ik het verhaal vertellen van wat er gebeurde. Hè. Dus ik was gevraagd voor een promotietraject. Ik had een hele goede manager. Ik ben nog steeds heel erg blij dat ik haar als manager had. En zij zag in mij meer dan wat ik op dat moment deed. Ik zat op de rang van senior manager. En dat is de hoogste rang binnen zo'n organisatie. En daarboven is het leadership niveau. En dat is dan zijn eigen HR-boom. En binnen dat niveau ben je directeur of partner. Daar komen wat mooie namen bij. En zij stelde mij voor om mij op een traject te zetten voor directeur. Nou, daar was ik heel blij mee. Ik was ook verrast, want ik was nooit zo bezig met dat soort ontwikkelingen. Ik was vooral gewoon lekker mijn werk aan het doen. En toen kwam ik op die reis naar dat directeurschap. En dat was echt een prachtige reis. Ik kan daar nog steeds zo mooi op terugkijken. Je krijgt dan 2,5 jaar lang heel veel feedback. Want er worden andere dingen op het nieuwe niveau van je verwacht. Dus dan krijg je feedback over je mag je meer laten zien, je mag je meer laten horen. Het wordt tijd dat je echt al je werk gaat delegeren aan je team in plaats van dat je zelf nog zo druk bent. Nou, er komen allemaal dingen langs. En dan moet je groei laten zien. Nou, dat psychica, wat we al eerder hebben laten vallen, die term, dat heb ik gebruikt om die groei door te maken. Maar wat er vervolgens een beetje gebeurde, toen ik gepromoveerd werd, en daar was ik heel blij mee, is dat ik in hetzelfde zwarte gat viel als waar ik inviel toen ik mijn eerste marathon had gelopen. Dat je maandenlang hebt getraind, dat je jarenlang hebt gewerkt naar die verandering toe, en dan kom je op die berg, hè, dan kan je die vlag planten op, nu ben ik gepromoot. En dan denk je, dan kijk je om je heen en dan denk je, maar is dit het nou? Want dan valt je op, ja, de eerste dag word je gefeliciteerd en dan ben je blij. En de tweede dag word je gefeliciteerd en dan ben je blij. En de derde dag, en dan ineens, dan heeft iedereen je gefeliciteerd. En dan is het gewoon weer werk aan de winkel. Mouwen opstropen en aan de slag. En toen keek ik om me heen en toen dacht ik, maar is dit het nou? Kennelijk was de weg erheen, was mooi. Maar het doel was, het punt waar ik aankwam eigenlijk, dat was hetzelfde als het punt waarvan ik vertrok. Ik zat nu alleen op een nieuw niveau. En er stond een andere titel op mijn visitekaartje. Dus vanaf dat moment, eigenlijk vrij snel na die promotie, kwamen de gedachten. Maar is dit het nou? Is dit nou wat ik wil doen de rest van mijn leven? Heb ik hier nou passie voor? En op de ene dag ging ik naar mijn werk en dacht ik van wauw, wat fijn. En de andere dag ging ik naar mijn werk en dacht ik, ja, Ik heb al 100 projecten gedaan die zo liepen. Je komt problemen tegen die je al 100 keer hebt opgelost. En dan denk je, ja, ik kan dit wel heel goed, maar is dit wat ik wil blijven doen? Nou, ik ben ook iemand die gelooft in dat je ergens heen mag bewegen, in plaats van dat je ergens weg beweegt. Dus ik dacht de hele tijd, ja, ik kan wel hier weggaan, maar wat ga ik dan doen? Want dan vind ik een vergelijkbare baan bij een andere werkgever.
die misschien meer betaalt, maar daar word ik niet gelukkiger. Dus waar wil ik nou wel heen bewegen? Nou, daar ben ik een tijdje mee bezig geweest. En toen kwam op een zekere dag, we hadden net een nieuw huis gekocht in de Achterhoek, voor ons aan de andere kant van het land. En ik zat in de auto en de vraag die ineens oppopte was: welke woorden koppel jij aan je huidige baan? Dus ik zat daar in die auto. Ik weet nog dat ik op de N11 reed, richting de A12. En er kwamen prachtige woorden langs. Kracht, potentieel, kwaliteit, professionaliteit, collega's, internationaal. Prachtige woorden. En ik dacht, wauw, wat heb ik een mooie baan. En terwijl ik dat dacht, met een grote glimlach, popte de vraag op: en welke woorden mis je in je lijstje? En daar werd ik emotioneel van. Want toen kwamen de woorden langs zoals vriendschap, hart, zachtheid, verbinding, liefde. Dus wat er eigenlijk gebeurde is dat mijn baan bij EY was een baan waarbij mijn linker hersenhelft van structuur en woorden en regelen, Die werd geactiveerd en die werd volgebruikt. En dat vond mijn linker hersenhelft heerlijk. En wat ik miste was mijn rechter hersenhelft, waar je creativiteit zit en je gevoel en de verbinding. En toen zat ik in die auto en toen dacht ik, het is een rit van 2 uur. En toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. Dit komt niet voor niks langs. En toen heb ik de beslissing genomen, oké. We gaan op onderzoek uit om de rechter hersenhelft meer te geven. En dat begon met, laat ik eens teruggaan naar 4 dagen per week werken. Ik had een sloot aan vakantiedagen, dus ik heb gewoon 6 maanden lang elke vrijdag vrij geboekt. Maar ja, na een paar maanden dacht ik, ja, dat is het toch niet. Want in zo'n groot bedrijf moet ook je werk af zijn. Dus je werkt eigenlijk toch 24-7, dus echt vrij heb je nooit. Dus op een gegeven moment dacht ik, er is nog maar 1 mogelijkheid en dat is weggaan. Of accepteren dat die rechter hersenhelft minder aandacht krijgt. Tot je misschien met pensioen gaat of zo. Nou, en ik heb de beslissing genomen, ik ga weg. Hé, maar grappig dat jij zei zo straks van ik gebruik als leidraad, ik wil ergens naartoe bewegen. Maar je merkte je dan dat er geen urgentie genoeg was zolang je daar bleef zitten? Dus je dacht, ik moet toch echt mijn oude schoenen weg gaan gooien, want anders ga ik toch niet hard genoeg op zoek naar nieuwe schoenen? Nee. een van de dingen die je leert bij zo'n groot consultingbureau is: zeg nooit nee. Zeg altijd ja en kom met een nieuw plan. Maar nu zeg ik toch nee. Als ik het verhaal nog een klein beetje doortrek. Ik kwam er dus achter dat die ene dag vrij per week, dat deed het hem niet. Dus ik was met een goede vriend naar Amerika voor een motorrit op een hele mooie dikke motor. Genoten we heerlijk van Los Angeles langs de zee naar San Francisco. En ik zat op een gegeven moment op die motor en ik dacht, wat nou als ik volgend jaar februari, 8 maanden verder weg, ontslag neem? Dan zou ik namelijk precies na 20 jaar bij Ernst & Young mijn laatste dag hebben. Ik dacht, nou, dat is wel een heel apart moment. 20 jaar is een mooie tijd, lang genoeg gewerkt. En door dat te denken en vervolgens ook in mijn telefoon later op een nootje op te schrijven, kwamen er allemaal gedachten, oh, maar wat ga ik dan doen? En welke uitdagingen komen er dan op mijn pad? En toen was een van mijn beslissingen, mijn vrouw die was al psychica-instructeur en facilitator. Ik was zelf ook al sinds 2013 facilitator. Maar nog geen instructeur. Maar toen dacht ik, weet je wat? Als ik thuis kom, ga ik alle workshops nog eens bij Paula doen. Ik ga gewoon met haar mee en ik ga alle workshops doen. En dan kijk ik wel wat er gebeurt. Nou, en een paar maanden later hadden we dan de basisworkshop. Paula was de instructeur en ik ging haar assisteren. En na die 3 dagen van hele warme en fijne energie met een hele mooie groep, dacht ik, ja, hier wil ik meer van. Dit is waar ik naartoe wil, deze fijne energie. En toen was het eigenlijk Paula die zei, waarom word jij zelf niet ook instructeur? Dan gaan we het samen doen. Nou ja, toen was eigenlijk de beslissing genomen. Toen ging het alleen nog om die gouden handboeitjes. Durfde ik die af te doen? En uiteindelijk heb ik niet in februari, maar op 3 maart of zo ontslag genomen. En ik heb dus 20 jaar en 1 maand bij Ernst & Young gewerkt, EY gewerkt. En inmiddels fulltime facilitator en psychica-instructeur.
Wauw. Hey, en ik kan me heel goed voorstellen. Ik heb namelijk al een paar mensen in mijn hoofd die gaan dit luisteren. En die denken, had jouw vrouw dan een dusdanig inkomen dat het misschien even ook niet erg was dat jij minder ging verdienen? Of hoe heb je dat, want dat is nogal, tenminste, dat vul ik nu gewoon maar weer in. Maar ik kan me wel voorstellen dat je die eerste maanden misschien wel een gigantische stap achteruit deed in inkomen. Of hoe vang je zoiets op? Hoe heb je dat? En ook mentaal, weet je wel? Wat zeg je tegen jezelf? Wat, hoe pak je dat aan? Ja, ik denk dat het, als je echt je hart wil volgen, denk ik dat het belangrijk is dat je in ieder geval die koers uitzet. Maar daarna heb je natuurlijk ook gewoon het leven. Je wil ook gewoon je boodschappen kunnen doen en je hypotheek kunnen betalen en misschien vakantie kunnen hebben of andere dingen. Dus het is wel belangrijk dat je niet alleen maar in de lucht gaat leven en wegwaait in je dromen. Maar ook met je voeten gewoon op de grond blijft lopen. Dus heel praktisch wat wij thuis hebben gedaan is, ooit was Paula met haar eigen bedrijf begonnen. En de regeling die we toen met elkaar hadden was, oké, we leven van het salaris van Martijn. En alles wat Paula verdient, dat is hartstikke leuk, komt erbij, kunnen we van op vakantie. En dat hadden we jarenlang gedaan. Daar hadden we een heel fijn en mooi leven van. En wat we toen zeiden is, nou weet je wat, laten we het omdraaien. Dus alles wat Martijn verdient gaat gewoon linea recta naar een spaarrekening. Dat gebruiken we niet. En dan gaan we kijken of het ook kan zonder dat salaris. Want inderdaad, als je stopt, gaat er ook een salaris weg. En dat bleek prima te kunnen. Het bedrijf dat Paula inmiddels had opgebouwd, daar verdienden ze gewoon een fijne boterham mee. Dus, maar ik vind het een mooie vraag, want het is wel belangrijk dat als je je hart volgt en misschien met je hoofd wat in de wolken gaat lopen, omdat dat ook is wat je hart aangeeft, dat je met die benen op de grond blijft staan en ook actie blijft nemen op wat er nodig is in het hier en nu en in het dagelijks leven. En heb jij ook gemerkt door je andere baan echt op te zeggen dat er meer tijd, energie, maar ook urgentie kwam om je eigen business uit de grond te stampen, zeg maar? Absoluut. Oh, absoluut. Absoluut. Nee, op het moment dat je dan je baan opzegt, en ik denk dat iedereen die wel eens een baan heeft opgezegd dit kent, op het moment dat je baan opzegt, dan ben je minder belangrijk. Want dan weten al je collega's, ja, Martijn kan dit nu wel zeggen, maar over 2 maanden zit daar iemand anders. Dus wat vindt die daar dan van op die positie? Dus vanaf het moment dat ik mijn baan opzei, en eigenlijk al daarvoor, was ik bezig. En wat nu? Dus ik was, terwijl ik bij Ernst & Young werkte, al begonnen met mijn instructeurschap. Dus ik was al bezig met alle voorbereidingen, met de trainingen, met de video's die je dan moet maken. Gewoon alles wat je moet doen, met het sponsoren van workshops. Nou, daar is een hele lijst van wat je moet doen. De certificering werd ingepland. Dus ja, ik was eigenlijk al met het uitplannen van de volgende fase bezig. En ik denk ook dat dat belangrijk is. Maar dit klinkt ook als een topsporter. Ik hoor een beetje mezelf. Dat betekent wel gewoon dat je keihard aan het werk bent. Absoluut. Want je deed dat pad voor dat nieuwe traject, dat bestond in het begin naast nog dat oude pad. Absoluut, absoluut. En als ik aan die tijd terugdenk, was het heel druk, maar het was eigenlijk meer energiegevend. Want wat ik al een beetje zei, ik keek als directeur bij Ernst & Young, keek ik zo om me heen en dacht ik, is dit het nou? En ik ga niet zeggen dat de baan altijd makkelijk was, maar de baan was wel heel bekend. Het was heel bekend terrein. Ik zat daar in mijn comfortzone. Ik kon die baan in de uren die ervoor stonden ook prima doen. En al het andere, dat gaf energie. Want dan ben je met je toekomst bezig, met wat je wel de rest van je leven wil. Eigenlijk was ik ineens bezig met die rechte hersenhelft. En met die woorden die ik noemde, liefde en verbinding. En dat geeft energie. En ik denk dat als mensen hun droom volgen, en ik stel me voor dat jij dat ook hebt, als je met topsport bezig bent, daar mag alles voor wijken en dan heb je altijd energie. Ja. Ja, ik merk echt dat als je echt doet wat je leuk vindt, en dat staat natuurlijk ook al in al die spiriwiri boeken, maar als je dat leest, dan zijn dat leuke woorden. Maar als je het dan echt ervaart, dan snap je wat ze bedoelen. Maar dan is het net alsof je de wind een beetje in je rug hebt, als het ware. Alsof je, ja, dat, ja. En als je de wind in de rug hebt, dat merk je ook met fietsen. Dan word je gewoon minder moe dan wanneer je wind tegen hebt. Ja, het is best wel simpel wat dat betreft. Ja. Hey, nou hebben we al een paar keer het woord psychica laten vallen. Ik had er nog helemaal nog nooit van gehoord.
Totdat ik op een gegeven moment het universum echt in your face, linksom, rechtsom, in boeken, in magazines, in podcasts, ineens dacht ik, oké, als ik het nu echt nog één keer tegenkom, dan moet ik er verplicht wat mee. Ik weet niet wat het is. Maar dan ga ik er gewoon, en toen kwam ik bij Paula terecht. Ja. Ja, dus dat was heel erg leuk. Maar dus ik weet nu inmiddels wat het is. Maar al weet ik dat eigenlijk nog steeds niet. Ik weet alleen dat het werkt. Maar zou jij uit willen leggen, wat is psychica? Wat maakt het uniek, et cetera, et cetera? Ja, psychica is een methode om belemmerende onderbewuste overtuigingen... Belemmerend. ...te transformeren in ondersteunende overtuiging. Dus... We kennen allemaal, in ieder geval ken ik het, maar de meeste mensen met wie ik spreek, die kennen dat wel. Dat stemmetje in ons hoofd dat kritisch is ten aanzien van onszelf. Dat zegt, oh, het is niet goed genoeg, het moet beter, kan je dit nou nog niet? Oh, je slaat alweer verkeerd. Ik sta nu op de tennisbaan. Oh, alweer die voorhand niet verkeerd. Ja, maar je moet ook eerder achterzwaaien. Je moet, je kan niet. Nou, dat stemmetje, dat zijn allemaal belemmerende overtuigingen die ons eigenlijk tegenhouden om het mooiste leven te leven dat we kunnen leven. En wat we liever hebben, is een stemmetje dat ons ondersteunt. Oh, goed gedaan. Ik kan dit wel. Ik hou van mezelf. Blij dat ik er ben. Ik ben de beste versie van mezelf. Nou, we weten uit onderzoek dat zo'n 95% van de tijd is ons onderbewuste in controle. Dan leven we ons leven op een automatische piloot. En dat is hartstikke fijn. Want stel je voor dat je iedere dag zou moeten leren lopen of autorijden of roeien of praten. Dat zou niet kunnen, daar heb je de tijd niet voor. Dus het is fijn dat we een onderbewuste hebben waarin we dingen kunnen automatiseren. Alleen als we onderbewuste programma's hebben die ons belemmeren, die ons tegenhouden, die maken dat we maar niet naar dat feestje gaan, want misschien wordt er gedanst en ik kan niet dansen. Of die maken dat we in die vergadering maar niks zeggen, want mijn mening doet er niet toe. Dat is jammer. En dan kan een baas, want dat zeiden ze dan tegen mij, nog zo vaak zeggen, zeg wat, want jouw punt is goed, maak het. Maar als mijn hele onderbewuste 95% van de tijd een hele krachtige automatische machine zegt, je bent niet goed genoeg of jouw mening doet er niet toe, dan zal ik mezelf toch niet uitspreken. Of als ik het doe, dan doe ik het niet met de kracht waarvan anderen denken, oh, daar hebben we wat aan. Nou, en psychica is een methode om de opnameknop van je onderbewuste in te drukken en nieuwe programma's te installeren. Want je onderbewuste, hè, zoals Bruce Lipton het zegt, is eigenlijk een playback device. Het is een device dat programma's kan afspelen. En iedere keer als je een trigger krijgt, gaat hij weer datzelfde programma afspelen. Als je het wil veranderen, dan moet je de opnameknop indrukken. En psychica is zo'n methode die de opnameknop indrukt. En dan wordt een overtuiging als, ik ben niet de moeite waard, wordt, ik hou van mezelf. Ik ben goed precies zoals ik ben. Of net wat jij wilt dat jouw onderbewuste gaat leven. En waarin onderscheidt psychica zich dan echt? Wat maakt het uniek? Want ik kan me voorstellen dat met hypnose of affirmaties... dan zeggen ze dat ze dit ook kunnen doen. Ja, nou, ik laat de ervaring die mensen hebben heel graag bij mensen zelf... Ik hoor van hypnose dat er inderdaad transformaties plaatsvinden. De mensen die bij ons in de workshop zitten, die zowel in hun eigen praktijk hypnose toepassen, als nu ook psychica, daar hoor ik vooral van terug van, oh, het gaat zoveel sneller. Want de processen zijn heel simpel. Een nieuwe overtuiging in je onderbewuste programmeren is 5 minuten. In plaats van een sessie van 3 kwartier bijvoorbeeld. Dus het is een hele snelle methode. Dat is denk ik uniek. Het is een methode die op het onderbewuste werkt, waar die belemmerende overtuigingen zitten. Want mijn bewuste geest vindt mij de beste versie van mezelf. Het is mijn onderbewuste die ik wil veranderen. Ja. En ik denk dat sommige methoden, en persoonlijk vind ik wel dat affirmaties daarbij horen. Als ik in de spiegel kijk en 1000 keer zeg ik hou van mezelf. Ja, het is waarschijnlijk mijn bewuste geest die aan het praten is. Dus de kans dat mijn onderbewuste mee transformeert is niet zo groot. En natuurlijk, na verloop van tijd zal het ook zijn effect hebben. Maar psychica is dan gewoon heel snel. Ik denk dat iets anders dat psychica heel erg uniek maakt, is dat de autonomie altijd zit in degene die verandert. Dus
als je met jezelf het proces toepast of als je met anderen werkt. De kracht van de verandering zit altijd in de ander, zit nooit in de facilitator die het proces faciliteert. Dus waar ik voor mijn traumatische gebeurtenis 22 jaar geleden is een psycholoog bezocht. En ik heel erg het gevoel had van hoe ga jij mijn probleem oplossen? Vandaag is het hoe los ik mijn probleem op? He, de autonomie zit in jezelf om te veranderen. En het psychica-proces in alles wat het doet gaat daar ook vanuit. En het psychica is dus ook alleen maar een proces om jou te helpen veranderen. Het is niet de verandering en het weet niet wat jij wilt veranderen. Dat weet alleen jijzelf. En wat ik heel mooi en uniek van psychica vind, is dat er een veiligheidsprotocol in zit. Dus als ik 1-op-1 met iemand werk, ik weet niet wat goed is voor die ander. Als ik, als ik bij een therapeut kom, wat voor therapeut dat ook is, en ik bezoek ze af en toe, dus ik ga naar de fysiotherapeut als ik dat een keer nodig heb, of ik ga naar een osteopaat als ik voel dat dat nodig is, dan gaan zij eigenlijk actie nemen over wat zij zien en wat zij denken dat goed voor je is. Nou, dat pakt heel vaak goed uit, maar niet per se altijd. Nou, en in psychica zeggen we, wij vertrouwen op het hogere bewustzijn van de persoon zelf. En we gaan met dat hogere bewustzijn checken of dat wat iemand wil transformeren wel veilig en passend is voor die persoon in het leven wat die persoon nu mag leiden. En lijden met een korte ei. Hè? Dus het is geen lijden van vervelen, maar het is echt het leven dat jij wilt hebben. En ik denk dat dat de methode uniek maakt. Het is ook eigenlijk de enige methode die ik ken die dat zo expliciet in de methode heeft ingebracht. Ik denk dan wel direct, wie is dat hoge bewustzijn dan? Ja, uiteindelijk is dat een onderdeel van jezelf. Hè? Dus we werken in psychica met bewustzijn en dat bestaat... Dat bestaat eigenlijk uit 3 delen. Het bewustzijn zelf, het onderbewustzijn en het hogere bewustzijn. En het bewustzijn en het onderbewustzijn, daar kunnen we vrij makkelijk wat mee. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. 95% van de tijd is dat automatische programma is bezig. Paula en ik vergelijken dat vaak met een olifant. Is heel krachtig, is heel sterk. Maar ja, als die daarheen wil lopen en er staat een boomstam voor hem, hij loopt er gewoon overheen of dwars doorheen. De bewuste geest vergelijken wij met een kolibrietje. Dat is waar je vrije wil zit, dat is waar je plannen maakt. Het kolibrietje wil ook altijd graag veranderen. Maar daar zitten we maar 5% van de tijd. En dat zou eigenlijk de bestuurder van ons leven moeten zijn. Die zegt, ik wil hier naar links of ik wil hier naar rechts en ik wil dit doen en ik wil dat doen. En het hogere bewustzijn is dat deel van ons dat ons beste, dat met de beste intentie voor ons het mooiste leven wil creëren. En je kan daar allerlei namen aan geven. Je kan het zeggen, nou, dat is je intuïtie, dat is God, dat is Allah, dat is je verruimde bewustzijn, dat is de bron. Nou, het is net welke naam je daaraan wilt geven. Maar dat is uiteindelijk dat wat groter is dan wij en dat het beste met ons voor heeft. En daarbij is het wel belangrijk om te weten dat in psychica geloven we dat we ergens vandaan komen. Dat we hier een 3D-werkelijkheid hebben. We hebben hier een leven. Maar na dit leven gaan we ook weer ergens heen. Dus in dat grootste goed is ons hogere bewustzijn de leidraad in ons leven. Of dat lichtje op de horizon dat ons richting geeft. Want ik snap ergens wel hè, dat hoge bewustzijn dat wil... Dat wij hier een prachtig leven hebben, om het maar zo te zeggen. Hè? De beste versie van onszelf, hoorde ik je ook zeggen. Waar sommige mensen echt van kotsen. Ja. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat het noodlot soms toeslaat. Dus ik zit er even mee, hè? Want dat is gewoon even een vraag waar ik deze laatste 2 weken mee... Dus we sparren er even over. Maar als je boeken leest van mensen met een bijna doodervaring, dan kunnen ze heel vaak, hè, want we staan nu op de tijdlijn, ik kan nu alleen maar eigenlijk het nu zien. Maar mensen met een bijna doodervaring, die stijgen soms op met als resultaat dat ze naar achteren op hun tijdlijn kunnen kijken, maar ook voor op hun tijdlijn kunnen kijken en dan dus al zien wat er gaat gebeuren. En dan denk ik wel eens van... In hoeverre
in hoeverre hebben wij eigenlijk invloed op dat pad? Of is dat gewoon een pad waar we gewoon overheen lopen? Daar gebeuren leuke dingen, daar gebeuren minder leuke dingen. Ja, dat hoort er allemaal bij. Snap je een beetje wat ik bedoel? In hoeverre heb je daar nou invloed op? Ja, ik weet nog niet helemaal, maar daar komen we direct vast op wat het noodlot precies is dat zou kunnen toeslaan. Maar ik geloof wel dat we daar invloed op hebben. Ik kan een keuze maken of ik bij die werkgever blijf werken omdat ik me daar veilig voel. Of ik kan de keuze maken om met mijn eigen angsten over veiligheid en geborgenheid en wat dan ook aan de slag te gaan. Zodat ik een beslissing kan nemen, nou, om iets heel anders te gaan doen. En ja, of je op een nog hoger plan eigenlijk alles al helemaal vast ligt, daar kan ik niet bij. Maar in het hier en nu, in het leven dat ik nu leid, geloof ik dat ik vrije wil heb en dat ik bepaal welke kant ik oploop. En als ik word tegengehouden, dan zal dat komen door belemmerende overtuigingen. He, dus als mijn olifant, mijn onderbewustzijn zegt, ja, maar veiligheid is heel belangrijk, geld is heel belangrijk, ja, dan ga ik niet weg bij Ernst & Young, want dan wil ik dat maandelijkse salaris en al die mooie secundaire arbeidsvoorwaarden met die auto en al die andere dingen. En dan laat ik dat niet los. Maar ik heb de vrije wil om te zeggen, hey, maar als mijn rechte hersenhelft niet genoeg geactiveerd wordt, als ik meer mijn hart wil vinden, als ik echt iedere dag mijn passie wil leven, dan moet ik veranderen, dan kan ik die beslissing nemen. Dus, maar dat is natuurlijk ook je geloof, Janneke. Dus ja, maar ik ga toch advocaat van de duivel spelen. maar er zijn mensen die worden ziek. Ja. Is dat dan toch een belemmerende overtuiging die veel te veel zijn gang heeft kunnen gaan? Ja, dat hangt voor een deel af van wat je overtuigingen zijn. Ik geloof ook dat we gewoon een 3D... we leven hier in een wereld, we hebben een lichaam. En we zijn dus ook, we worden ook beïnvloed door dingen van buitenaf. Je kan ergens ziek van worden. Als je iets verkeerds eet, dan zegt je maag, nou, daar wil ik weer vanaf. Als er een virus langskomt, kan je daar ziek van worden. Dus ik geloof wel dat er dingen kunnen gebeuren die langskomen, waar we ziek van kunnen worden. Ik geloof ook dat we dingen kunnen beïnvloeden. We kunnen ons eigen immuunsysteem sterker maken door positieve gedachten te hebben versus negatieve gedachten. Daar is ook onderzoek naar gedaan. En ik denk dat als je immuunsysteem sterker wordt, je minder vatbaar bent voor ziekte. Betekent dat je nooit meer ziek bent? Nee. Betekent dat je misschien wel oneindig oud zou kunnen worden? Nou, dat geloof ik ook niet. Er is nog steeds een begin. Ja. Ik heb boeken gelezen waarin wordt beschreven dat mensen met gemak 200 kunnen worden. En dat we nu gemiddeld 80 worden, dat niks anders is als het resultaat van overtuigingen. Omdat we dat allemaal denken. Ja. Mijn oma is trouwens vandaag 100 geworden. Gefeliciteerd. Het schiet me ineens te binnen nu ik het over die 80 heb. Maar dat is misschien dan gewoon een overtuiging. Absoluut. Absoluut. En dat is nog een overtuiging die ik heb. Ja. Dus ik heb wel de vaste overtuiging dat ik heel oud word. En ik heb ergens ook dat woord 100 wel in mijn hoofd. Maar het woord 200 heb ik nog niet in mijn hoofd. Nee. En dat het leven hier op aarde altijd door zou kunnen gaan, dat heb ik ook niet in mijn hoofd. Nee. Dus wat dat betreft, je komt natuurlijk in een gebied waarbij het niet meer gaat over dat het altijd precies is. En waarbij het er ook over gaat dat het voor de een anders is dan de ander. Dus ik geloof wel dat ik ziekte kan beïnvloeden, omdat ik mijn immuunsysteem sterker kan maken door niet de hele tijd in die negatieve gedachten te zitten, die allemaal stresshormonen produceert en mijn hele lichaam ziek maakt. Maar dat betekent niet dat ik denk, oh, als je ziek wordt, heb je dus belemmerende overtuigingen en dan hoor je bijna, dit is je eigen schuld. Nee, helemaal niet. Want hoe denk jij over schuld? Even advocaat van de duivel. Ja, jij kent psychica. Ik, dit is nu mijn derde podcast die ik daarover maak. Er worden boeken over geschreven. Weet je, het is er. Ja. Nou, en dan vervolgens, ja, hoe denk jij over schuld? Ja, ik vind het een hele mooie vraag. En advocaat van de duivel vind ik alleen maar leuk, want dan krijgen we de juiste discussie. Kijk, ik denk dat het eigenlijk niet over schuld gaat. Ik denk dat het er alleen maar over gaat, en dat is ook wat ik mooi vind aan psychica. Hoe is het met je? Wat wil je wel? En dan kan ik zeggen,
Hoe is het met je? Ja, ik heb zo'n grote behoefte aan veiligheid en dat kan ik niet ontsnappen. En dat komt omdat ik vroeger, en dan kan ik wijzen naar ik weet het niet, naar mijn familie en mijn voorouders. En dan kan ik naar iedereen wijzen. Maar wat schiet ik daarmee op? Ik geloof dat ik in het hier en nu kan denken, hey, hier heb ik last van. Wat wil ik wel? Nou, laat ik daar psychica voor inzetten om een mooier leven te maken. Ik denk zelfs dat sinds ik psychica toepas, en dat is dus nu al 11 jaar, dat ik steeds minder schuld aan het geven ben. En natuurlijk, ik ben ook gewoon een mens, dus soms denk ik van, hé, dat deed hij of dat deed zij. Maar als ik naar de grote dingen in het leven kijk, denk ik alleen maar, we hebben allemaal een olifant en ik wil dat mijn olifant op een pad loopt dat ik leuk vind. De ja, zo simpel is het ook gewoon, hè? Ja. Zo simpel is het. Ja. Ja, dat is hetzelfde met die vrije wil. Ik weet dat natuurlijk ook niet. Ik heb daar ook geen laatste woord in. Maar het idee dat ik een vrije wil heb, zeg maar, vind ik leuker dan het idee dat ik hem niet heb. En ik vergelijk dat altijd met dat ik vroeger dan bij mijn vader op schoot zat. En dan ging ik het laatste stukje auto rijden. Nou, ik reed natuurlijk helemaal geen auto en ik had letterlijk 0,0 invloed. Maar het idee dat ik die grote bolide dan de straat in het rijden was, die voelde echt heel lekker. En, dan, ja, en zo zie ik ook vrije wil. Weet je, ik doe gewoon alsof ik het stuurtje in handen heb. Misschien bepaal ik wel helemaal geen richting, maar dat interesseert me eigenlijk geen fluitenkruid. Het idee voelt goed. Absoluut, absoluut. Ja. En wat ik ook mooi vind is, en dan probeer ik met Douds ook heel erg bewust de hele tijd, want het is natuurlijk altijd heel makkelijk om te zeggen, ik wil het niet en ik wil dit niet. En dat ik iedere keer vraag, maar wat wil je wel? Wat wil je wel? Volgens mij, als dat het enige is wat je meeneemt van deze podcast, dat is al een gigantische gamechanger. Door jezelf de vraag te stellen, wat wil ik wel? Ja, en ik vind het altijd weer bijzonder en mooi ook om te zien dat als ik met mensen werk en je vraagt, want dat is de wondervraag, hè? Je vraagt, en wat wil je wel? Of wat wil je in plaats daarvan, als mensen vertellen over hun stress of over hun problemen, dat de meeste van ons dat in het begin eigenlijk nog niet zo goed kunnen. Dus dan vertelt iemand over een hele stressvolle situatie en dan vraag ik aan iemand, goh, en wat wil je in plaats daarvan? En dan zeggen ze, ja, ik wil me niet gestrest voelen. Ik wil niet meer zo druk zijn. Ik wil niet meer zo, zoveel verantwoordelijkheden hebben. Maar eigenlijk zeg je dan alweer wat je niet wilt. En dan zeg ik, goh, dat is wat je niet wilt. En dan gaan ze meestal lachen, want dan denken ze, oh ja. En dan zeg ik, en wat wil je wel? En dan wordt het vaak even stil. Want als we echt in ons hart kijken, dan zijn we daar vaak helemaal niet mee bezig. Maar ik geloof wel dat de mensen die een fijn en succesvol leven hebben, dat is in ieder geval mijn ervaring, mensen zijn die van binnen kunnen voelen wat ze wel willen en daarheen bewegen. Ja. Hey, en we hadden het over overtuigingen, hè? Niet helpende overtuigingen, wel helpende overtuigingen. Hoe komen de overtuigingen eigenlijk tot stand? Ja, overtuigingen zijn, in ieder geval zoals we er in psychica naar kijken, dat zijn conclusies gebaseerd op ervaringen. Dus we hebben een ervaring en als we die ervaring een aantal keer hebben, dan op een gegeven moment trekken we van binnen, ons onderbewuste trekt de conclusie, ah, kennelijk is dat hoe de wereld eruit ziet. En dan, dan worden dingen, dat kan positief zijn, hè? Nou, kennelijk als ik mijn best doe dan, en ik heb de lachers op de hand, dan heb ik succes. Of dan vinden mensen mij leuk. Maar het kan ook de andere kant op gaan. Ik zat in de auto hier naartoe te denken aan een ervaring die ik lang geleden had. En ik herinner me nog goed, want ik reed op de A4. Dat was op in het weekend. Het was vrij stil. En er kwam achter mij een auto hard aanrijden. Maar ik was net een baan naar links gegaan om een vrachtwagen in te halen die 80, 90 reed. Maar je mocht 100 rijden, dus ik ging er niet heel snel voorbij, maar ik ging er gewoon voorbij. En die auto kwam hard aanrijden, knipperende lichten, vlak achter me, tegen mijn auto kleven, toeteren. Nou, en na de vrachtwagen ging ik naar rechts. Maar in plaats van dat hij me voorbij ging en hard doorreed, kwam hij naast me rijden. En ik had zoiets, wat gebeurt hier nou? Dus ik kijk naar links en ik kreeg allemaal gebaren naar me toegeworpen. En ik keek weer naar voren en ineens zag ik die auto mijn baan opschieten. Die wilde mij gewoon letterlijk met 100 km per uur van de weg afdrukken. Nou, ik ben blij dat er niks is gebeurd. Ik trok mijn stuur naar rechts, naar de vluchtstrook. Ik ben blij dat daar ook niks was en dat er een vluchtstrook was. En vervolgens, ik hield natuurlijk mijn gas in. En ja, toen reed die auto harder en was die weg.
Nou, dat is een ervaring, die gebeurt één keer. Maar wat er vervolgens gebeurde is, als ik daarna weer op de snelweg reed en ik wilde een baan naar links, merkte ik dat ik in mijn spiegel keek, komt er iemand hard aanrijden? En dan merkte ik dat ik die stress van dat ene moment, dat die nog in mijn lijf zat. Want ja, dit is 20, 25 jaar geleden misschien wel. Ik had toen nog geen manier om dat te transformeren. Dus iedere keer als ik aan het inhalen was, of als ik op een baan reed en er kwam een auto in mijn spiegel hard aan, kon ik die stress weer voelen. En van binnen heb ik toen beslissingen genomen als, ik moet maar niet naar links als anderen er langs willen. Ik moet oppassen, terwijl ik dat nooit had daarvoor. De snelweg is gevaarlijk. Nou, er komen allemaal beslissingen die je van binnen neemt, die komen dan ineens langs. En dat zijn overtuigingen. Dus het is een conclusie die gebaseerd is op ervaringen. En ik heb nu een klein traumatische ervaring beschreven. Maar je kan je voorstellen dat als het kleine kind, een klein kindje, heel graag op de stoep hard aan het rennen is en de ouders roepen de hele tijd pas op, pas op, met de beste bedoelingen, want die ouders weten, ja, maar die auto, hè, die is gevaarlijk voor dat kindje. Maar als het kleine kindje de hele tijd hoort pas op, pas op, misschien gaat het dan een leven leiden van, we moeten oppassen, want het is gevaarlijk hier buiten. Welke conclusie we nemen, welke conclusie ons onderbewust neemt, dat weten we niet. Maar we trekken al die conclusies zonder dat we daar dus die kennis bij hebben. En dat zijn soms de vreemdste conclusies die niet nodig zijn. En dat weet ons bewuste geest wel, maar ons onderbewuste trekt ze en gaat dat leven leiden. Dus conclusies gebaseerd op ervaringen. Ja, superhelder. En hoe kom je er dan achter dat je, of je nou helpende overtuigingen hebt of niet helpende overtuigingen? Ja, ik zou zeggen, alle overtuigingen die mij helpen, die fijn zijn om te hebben. Dus bijvoorbeeld, ik ben een winnaar, ik vind mezelf leuk, ik kijk in de spiegel en ik denk, goh, dat is een mooie man die ik daar zie. Dat lijken me conclusies die, waar of niet, in mijn leven zijn ze hartstikke fijn om te hebben. Zodra dat stemmetje komt die kritisch is, waarvan ik denk je bent niet goed genoeg, je krijgt er stress van, je voelt je er down door, je merkt dat je je terugtrekt of dat je gespannen wordt in je schouders. Dat zijn conclusies waarvan ik zou zeggen, kijk er eens naar en transformeer ze, want die helpen je niet. Maar ik merk dat het ook nog in hele andere dingen zit. Want als ik een patroon ontdek bij mezelf, bijvoorbeeld bij de laatste 3 wedstrijden, op een gegeven moment lag ik dan iedere keer voor en dan moest ik nog 2 tonnen nemen of 3 tonnen en dan bijna 1 ton verkeerd. Waardoor ik mijn voorsprong helemaal weggaf en weer opnieuw moest beginnen. En dat gebeurde 1 keer, nou toeval, dat gebeurde 2 keer, oké, pech. De 3e keer, ik bel direct met Paula of Erna, hè, want dan denk ik, ja, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Heb ik keihard gewerkt, heb ik eindelijk die voorsprong, maak ik ze op het laatst. Hoe zie je dat? Nou, ik vind het heel goed dat je Paula of Erna belt, want hier is een belemmerende overtuiging aan het werk die maakt. Dus die 1e keer dingen gebeuren in het leven. Die 2e keer wenkbrauwen fronsen en die 3e keer, dit is een patroon, daar ligt iets onder. Helemaal met je eens. Wat eronder ligt, nou, dat weet ik natuurlijk niet. Uiteindelijk weet alleen jij dat. Maar er is kennelijk een belemmerende overtuiging rondom, en de woorden ken ik echt niet, Janneke, maar rondom mag ik wel winnen? Mag ik altijd een winnaar zijn? Mag ik met grote overmacht winnen? Nou, maar het is net met de woorden die bij jou resoneren. Want dat vind ik weer het mooie van psychica. De autonomie zit dus in partner. De facilitator die weet het nooit. Maar dat is dan het onderzoek dat je doet. Maar ik ben het helemaal met je eens. Als iets 3 keer gebeurt, je ligt ver voor, er is helemaal geen reden waarom er iets mis zou gaan en het is bijna alsof je het weggeeft, dat is niet nodig. Als ik naar mezelf kijk, voor mij was een sport was tennis. En ik zeg was, want tegenwoordig ben ik aan het padellen, wat er wel een beetje op lijkt. Maar 11 jaar geleden was mijn allereerste psychica-balans, want Paula kwam ermee thuis en die wilde graag oefenen. En ik, sceptisch als ik ben, dacht, nou laten we een veilig onderwerp pakken. Dus ik dacht, ik doe de tennisbaan. Want wat mij overkwam, en ik denk eraan omdat jij het over die tonnen hebt en dat je voor ligt. Ik kon 4-0 voorstaan in de 1e set, ik was duidelijk de betere speler en dan verloor ik met 7-5, 6-2. En dan dacht ik altijd, ja, hij ging beter spelen, ik liet het liggen, ik was niet helemaal lekker, ik had last van mijn grote teen, wat het ook was. Er was iets.
En toen had ik de balans gedaan, want Paula zei, goh, nou, we kunnen aan werken. En ik had de doelovertuiging in mijn systeem geïntegreerd, in mijn onderbewuste geïntegreerd. Ik mag mijn tegenstander alle hoeken van de baan laten zien. En ik deed dat omdat ik in de clubkampioenschappen zat. En die middag had ik een tenniswedstrijd. En ik won de tenniswedstrijd. En het kwartje was nog niet gevallen hoor. Ik heb wel, als ik het nu zo vertel, heb ik weer dat beeld dat ik echt de bal van links naar rechts bleef slaan. Niet alleen in het begin, maar ik bleef dat doen. En Paula was komen kijken en ik loop naar de kant, net de wedstrijd gewonnen. En Paula zegt, gefeliciteerd. En daarna zegt ze, heeft de balans geholpen? En toen werd ik stil en toen dacht ik, ja, wat gebeurde er? Realiseerde ik me pas op dat moment. Dus hè, je had het over, goh, er is al 3 keer iets gebeurd. Wat ik me realiseerde is, als mijn tegenstander boos werd op zichzelf, dan werd ik eigenlijk altijd een beetje bang van binnen. Dan dacht ik, oh, het moet wel gezellig blijven. Ja, maar straks moeten we wel een biertje met elkaar kunnen drinken. Oh, wat als die zo boos wordt dat die boos wordt op mij? Weet je, dus er kwam bij mij angst. En wat ging ik dan doen? Had ik helemaal niet door, hè? Maar onderbewust ging ik gewoon dan de bal maar door het midden slaan. Want als je de bal door het midden slaat, dan kon hij weer wat punten maken. En mijn idee was, dan win ik maar met 6-4, 6-4. Maar ja, als je als sporter niet op je maximum kunnen speelt, dan verlies je, punt. Hè? Je moet gewoon op je best zijn. Dus ik verloor wedstrijden en mijn dochter zei altijd wel, ja, je ging ineens alle ballen naar zijn voorhand rustig spelen. Hij was hartstikke moe, je liet hem niet meer lopen, maar ik wist niet waarom. Maar door deze ene balans wist ik ineens, ah, jij bent bang voor boos. En daar ben ik mijn overtuigingen rondom gaan doen. Zoals, ik mag boos zijn, ik ben veilig, ook als de ander boos is. Ik ben allemaal balansen gaan doen rondom dat onderwerp. Ja, supermooi. Ja, ik vind het echt fantastisch. Nee, ja, maar ik bedoel, iedereen die je coacht, ik ga eigenlijk niet met je aan het werk. Eerst psychica. Want als wij, ja, ik zeg altijd, als we de hele tijd op dat bewuste blijven, dan zijn het gewoon hele dure theekransjes. Absoluut. En, want het is heel vaak niet dat we het niet weten. Jij weet ook wel X, Y, Z. Maar het lijkt wel alsof dan een onzichtbare macht of kracht het overneemt en groter is en sterker is. En zodra je dat transformeert, ja, dan wordt het echt lachen. Absoluut. Ja. En als je dan ook nog de verandering in je buitenwereld ziet. Dus ik zag ineens, hey, deze wedstrijd heb ik gewonnen terwijl die boos werd op zichzelf, maar het interesseerde me minder. Ja, dan zie je dat verandering echt mogelijk is. Ja. Hey, en nu hebben we het al een paar keer over dat onderbewustzijn gehad. Ik heb ook aan Paula en Erna, ik merkte op een gegeven moment dat ik dacht van, wat mag je eigenlijk allemaal vragen? Ik bedoel, worden dit niet luxe problemen, Janneke? Tot hoe ver kunnen we gaan? En ik ga het nu ook gewoon even naar jou vragen. Tot hoe ver mag je eigenlijk gaan met psychica? Wat mag je allemaal vragen aan je hoger bewustzijn? Waar mag je allemaal op balansen? Nou, wat mij betreft op alles. Ik zou het liefst het allerfijnste leven willen leiden dat ik kan leiden. Dus wat mij betreft mag je alles in je systeem programmeren. Wat mij betreft mag je alles integreren in je systeem. Ik zei al, psychica kent een veiligheidsprotocol. Dus dat zorgt ervoor dat ons hogere bewustzijn ons wel een beetje op koers houdt. Maar zolang het daarbinnen oké is, is het oké. Daarbij is het wel belangrijk om te weten dat psychica uiteindelijk, ik denk eigenlijk 2 dingen. Psychica gaat niet per se over de waarheid. Psychica gaat over jouw waarheid. Dus ik kan in mijn onderbewuste de overtuiging programmeren, ik ben een winnaar. Maar dat betekent niet per se dat ik de volgende tenniswedstrijd win. Want die ander, die wil ook een winnaar zijn. Het gaat erom dat ik me van binnen een winnaar voel. En dat ik dan de dingen ga doen die je winnaar doet. Dan ga ik misschien meer trainen, dan ga ik harder lopen. Dan ga ik eindelijk eens naar mijn tennisleraar luisteren die zegt, als je aan het net staat, moet je wel je racket omhoog houden en niet de hele tijd naar beneden laten zakken. Dus het gaat erom dat ik van binnen een waarheid creëer die voor mij de mooiste waarheid is. Dat de buitenwereld, hè, dat er 8 miljard andere mensen op deze wereld zijn die ook een waarheid hebben, prima. Een winnaar zijn betekent niet dat je alle wedstrijden wint. Het betekent dat ik mij van binnen, dat ik die kracht voel. Ja, ik ga direct erop inhaken. Sorry, ja, hou jij die andere 2 punten even vast? Want je zei, ik denk aan 2 dingen. Ik hoop dat ze kan onthouden, okay, maar ga je gang. Oké, nou ja, omdat het mij direct doet denken aan, en het, het, dat,
dat als jij bijvoorbeeld een compliment geeft aan iemand die zichzelf niets waard vindt, je kan 100 keer een compliment geven, het komt dus ook niet aan. Nee. En omgedraaid ook, iemand kan 100 keer tegen mij zeggen dat hij een pannenkoek vindt, maar ik heb geprogrammeerd dat ik blij ben met mezelf. Dus dan denk ik altijd, ja, het is, ja, nou ja, prima dat jij mij een pannenkoek vindt, maar ja, ik blijf gewoon mijn blogje schrijven en mijn podcast maken, want ik beleef er heel veel plezier aan. Dus dat vind ik ook zo bijzonder. Absoluut, absoluut. En dat geeft aan hoe krachtig overtuigingen zijn. Hè? Ja. Dus als jij werkelijk van binnen gelooft dat jij de moeite waard bent, dat je een winnaar bent, dat de dingen die je dat jij voelt, Janneke, dat de dingen die je doet jouw levenspad zijn en dat jij daar energie van krijgt, laat anderen lekker vinden wat zij vinden. Sterker nog, ik kijk naar die anderen en ik denk, goh, nou wat fijn dat jij dat vindt. Ja, want mijn leven wordt er niet meer door beïnvloed. Waarom zou ik? Maar dat is natuurlijk het mooie voorbeeld. Het is jammer als je een complimentje krijgt en je kan het niet eens aannemen omdat je van binnen een lage zelfwaarde hebt. Hè? Low self-esteem, zeggen ze mooi in het Engels. Als jij van binnen denkt, ik ben niet goed genoeg, dan kan je 1000 complimentjes krijgen. Van binnen denk je, ja, het zal wel. Dat zeggen ze maar, om me vrolijk te maken. En dan denk ik, ja, transformeer dat. Ja. Helemaal niet nodig. Ja. En je had nog dat tweede punt, hè? Dat tweede punt, weet je het nog? Ja, ik weet het nog. Dank dat je me aan de pen herinnerde, want ik heb het even opgeschreven. Kijk, in psychica krijg je niet per se wat je wilt. Je krijgt wat je nodig hebt. Dus het kan zijn dat jij bepaalde doelovertuigingen in je systeem zet en dat je die vervolgens wel gelooft, maar je krijgt van het leven wat je nodig hebt om jouw leven hier te leven. Maar dit haalt toch heel psychica onderuit? Wat mij betreft niet. Ik denk juist dat het altijd weer eye-openers zijn en cadeautjes die je krijgt. Dat ik denk, oh ja, ja, ik wilde heel veel geld hebben. Maar wat ik werkelijk wilde was dat ik de abundance van het leven kan ervaren. Dat ik kan ervaren dat genoeg genoeg is. Of dat ik blij kan zijn met misschien eens wat minder. Dus jij vroeg daar straks, hoe ver kan je gaan met psychica? Nou, je kan heel veel balansen doen op dat je heel erg rijk gaat worden. Maar wat betekent eigenlijk heel erg rijk? Het kan zijn dat jij denkt, dat betekent heel veel geld. Maar misschien zeg je al onbewust, ja, maar dat ik vervuld ben. En dat ik me fijn voel en dat ik me prettig voel. En dat ik een leuk leven heb. Dat is veel. Of dat ik een mooie relatie heb. Of dat ik een band heb met mijn kinderen. Rijk? Ik wil nog maar 1 vorm van rijkdom en dat is vindingrijk. Ja, mooi. Heb ik vorige podcast geleerd. Ik vond hem zo mooi. Ik dacht inderdaad, je zou maar goudstaven hebben of op dit moment heel veel bitcoins, maar je bent niet vindingrijk. Ja, wat moet je er dan ook mee? Ja. Sorry, ik vond hem zo leuk. Nee, ik vind, hij is heel erg leuk. En wat je volgens mij merkt, hè, als mensen richting het einde van het leven hier op aarde gaan, dan denk ik dat ze meer bezig zijn met wat was mijn legacy, wat laat ik achter, wat zullen anderen van mij vinden. Er is zo'n mooie oefening die in veel trainingen gebruikt wordt, van wat zou je willen dat anderen op jouw grafsteen schrijven over jou? Ja, ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, goh, die Martijn die was echt heel erg goed, want hij was miljonair. Dat is niet wat ik ten diepste wil. En dat bedoel ik met, je krijgt niet wat je wil, je krijgt wat je nodig hebt. Ja, ja, ja. Ja, ik wil op mijn grafsteen, wat sta je nou te koekeloeren? Ik had ook liever op het strand gelegen. Maar goed, misschien laat ik me wel cremeren, ik weet het niet. Maar dan kunnen ze je wel op het strand uitstrooien. Ja, precies. Lig ik er alsnog. Komt dat ook weer goed. Komt dat ook weer goed. Oké, nou weet ik uit ervaring, want ik coach mensen. En god, nu moet ik het verhaal nog goed vertellen ook. Ik had de vrouw begeleid. Die had geen interesse in psychica. Maar die had wel een hele gespannen relatie met haar dochter. Haar man was wel heel goed geholpen door psychica. Want die had niet normale hooikoorts. Waar psychica ook wat mee kan. Goed dat we die nog even aanstippen trouwens. Ja, heel mooi. En waar die normaal 12 weken op bed lag met de gordijnen dicht, floot hij nu die weken door. Nou, dat was natuurlijk super. Ja, super. Dus die had hele positieve
ervaringen met psychica. Zij had dus problemen met die dochter, maar had zelf geen zin in psychica. Wat hebben we toen gedaan? Toen hebben we de man gestuurd. Want die vond psychica wel leuk en had er wel een positieve ervaring mee. Dus het gaat om moeder en dochter. Vader gaat. En toen is de facilitator, die is in vervanging gegaan. Ja, als ik dit normaal, kijk, voor jou zou het gesneden koek zijn, maar ik vertel dit verhaal gewoon al bijna niet. Want ja, dan denken mensen volgens mij, dus misschien een overtuiging, die is gewoon echt koekoek. Maar goed, de balansen zijn gedaan. En de volgende dag worden moeder en dochter wakker. En de relatie is van zeer gespannen naar zeer samenwerkend. Mooi. Ja, mooi. Resultaat telt. Ja, resultaat telt. Zo ben ik ook echt precies. Hè? Interesseert mij geen reet, dan gooi je gewoon met grind. En dat wat raakt, dat raken we. En ja, niet meer achterom kijken, toch? Ja. Maar dit is toch eigenlijk, dit is toch bizar? Ja, ik sprak eerder al even over familieopstelling. Hè? En kijk, als mensen familieopstellingen niet kennen, dan gaan ze niet meteen aan op dit verhaal. Maar de mensen die dat wel kennen, die weten en die hebben ervaringen misschien gehad, net zoals ik, dat ja, in het leven zijn er allerlei energieën. En als ik in een familieopstelling de rol van iemand, in de rol van iemand ga staan, dan, ja, mijn eerste ervaring was dus, ja, deze gevoelens zijn niet van mij. En ik vertel het tegenwoordig maar alsof je dan een soort energiemantel van de ander aantrekt, waardoor je toegang hebt tot de gevoelens, tot dat wat er in de ander speelt. En dat is voor sommige mensen is dat hocus pocus. En dat is oké. Ik heb zelfs mensen in mijn praktijk die zeggen, dit is hocus pocus, maar het werkt wel, dus ik ga er maar mee door. Maar ik heb dan zelf die ervaring dat ik, als ik die energiemantel aantrek, dat er dingen gebeuren. En dat er kennelijk meer is dan mijn ogen kunnen zien. Nou, in psychica hebben we de techniek van plaatsvervanging. En dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met wat er in opstellingen gebeurt. We trekken dan als het ware de energiemantel van de ander aan. En we kunnen dan balansen doen namens en voor de ander. Daarbij is het altijd wel van belang dat het veilig en passend is. Dus dat het hogere bewustzijn wordt meegenomen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik denk, nou, ik heb een hekel aan de afwas, dus ik zal eens even lekker voor mijn vrouw balansen dat zij de afwas leuk vindt, want dan gaat zij het voortaan doen in plaats van ik. Daar zal ik geen toestemming voor krijgen. Maar als ik werkelijk denk, oh, ik zou het zo fijn vinden als mijn vrouw en dochter een goede relatie hebben, dan kan het heel goed veilig en passend zijn om met die techniek aan de slag te gaan. Alweer, krijg je wat je wilt of krijg je wat je nodig hebt? Nou, in dit geval was het kennelijk nodig dat er iets gebeurde om die relatie te verbeteren. Het kan ook zijn dat het hoger bewustzijn zegt, ja hoor eens, het is eigenlijk wel goed dat het even schuurt tussen moeder en dochter, want daar gaan ze beide heel veel van leren. Dus wat het resultaat is daarvan, dat weten we niet van tevoren, maar het is wel een hele mooie techniek. En ik ga het nog even wat gekker maken, Janneke. Want ik ken een groot aantal facilitatoren die ook veel met dieren doen. En die hebben de prachtigste ervaringen. Honden die een dag of drie voor oud en nieuw al panisch worden van die knallen die ze beginnen te horen. En echt helemaal panisch zijn. En die opeens op oudejaarsavond, terwijl de knallen beginnen, nou ja, net nieuwjaar, net na 12 uur, gewoon in het hoekje liggen te slapen. Omdat ze een aantal balansen rondom alle stress en trauma die dat heeft opgeleverd, misschien toen ze een puppy waren, daar is aan gewerkt in plaatsvervanging. En nu is er niks meer aan de hand. Ja, ja. Ja, nee, ik heb het zelf aan de, of ja, meegemaakt. Dat Doutze, die heeft het eerste jaar misschien 1 of 2 keer gehuild. Dus dan op een gegeven moment denk je van, kan ze wel huilen? Mm-hmm. Totdat ik met mijn vader ging bellen, of mijn vader kwam thuis en die zette een muts op. Direct, hè, dus belde die met haar via FaceTime en de muts was af. Dan was het, hey hoor, weet je, je kent al het gebrabbel wel van een 1-jarige. En dan zette die zijn muts op en dan was het, ja, ik dacht, hè, na 1 keer denk je, nou, heb ik haar per ongeluk pijn gedaan of zo? Mm-hmm. Als het 2 keer gebeurt, dan ga je toch eens even opletten. Als het 3 keer gebeurt, ga je de muts op en afzetten om te kijken wat er gebeurt. En dan bel je daarna direct met Erna of Paula. En nou, sessies gedaan en nou, muts op, lachen, gieren, brullen. Ja. Ongelooflijk, toch? Prachtig. Ja, prachtig. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Klopt het dat jij helemaal veganistisch eet? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Aan psychica te danken? Nee, nee. Maar ik heb het wel aan psychica te danken dat ik het heb kunnen doen.
Wil je het verhaal horen? Want ik weet het nog vrij precies. Het jaartal was volgens mij 2019. En het was op zaterdag, ik zeg het mijn hoofd, 12 januari. Want het was 5 dagen na mijn verjaardag. En er stond een artikel in de krant, in het NRC. Twee volle pagina's over een journalist die vertelde over zijn reis naar veganisme. En ik las dat artikel, zaterdagmorgen, kopje koffie erbij. En ik weet niet waarom ik het ging lezen. Ja, weet je, sommige artikelen pak je en andere niet. En aan het eind van het artikel voelde ik heel veel emotie en ik dacht, maar dit is eigenlijk mijn verhaal. Het verhaal over hoe we op dit moment in de wereld met dieren omgaan, hoe we met ons eten omgaan. En ik dacht aan het eind van het artikel, eigenlijk, ik was een struisvogel, eigenlijk is mijn kop door het artikel uit het zand gekomen en nu kan ik zien en nu heb ik nog maar 2 keuzes. Maar wacht even, wat raakte jou zo in dat artikel? Ja, ik heb het laatst nog eens nagelezen, een paar maanden geleden. En toen dacht ik, wat raakte mij nu zo in dat artikel? Dat voel ik nu niet meer. Maar kennelijk op dat moment in mijn leven raakte dat artikel mij. En dat ging vooral over, ik denk heel erg over dierenleed. En ik ben niet eens een veganist die zegt, je mag nooit... mensen eten al duizenden jaren, eten wij ook dierlijke producten. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar de manier waarop we er op dit moment mee omgaan, die stuit me eigenlijk wel tegen de borst. Dat we dieren echt helemaal als dingen zijn gaan beschouwen. Dat stuitte mij tegen de borst. Dus ik denk dat dat een groot stuk is van wat mij raakte. Maar ik kan het niet meer helemaal terughalen. Ik weet alleen dat in dat moment dat artikel mij raakte. En ik na het laatste woord dacht, ik heb nog maar 2 keuzes. Of ik steek mijn kop terug in het zand en dit gevoel dat ik nu voel mag er niet zijn. Of ik ben nu veganist. En je hebt, stel je even voor, 5 jaar geleden, ik was net jarig geweest. Voor mijn verjaardag waren we een weekje weg geweest. En in dat weekje weg had ik boterhammen met boter, kaas, chorizo en daarbovenop ei. Hè? Dus ik at heel veel dierlijke producten. En ik heb standpeden besloten, oké, ik heb maar eigenlijk maar 1 keuze. Ik ben nu veganist. Dus ik ben cold turkey veganist geworden op zaterdagochtend 12 januari. Dat leverde ook wat stress op. Want vervolgens dacht ik, ja, maar wat mag ik dan allemaal niet meer eten? En welke schappen bij de Albert Heijn? Is er eigenlijk wel eten voor mij? Ik had er helemaal geen kennis van veganisme. En helemaal geen is wat overdreven, maar ik was er nooit mee bezig geweest. Paula was al vegetarisch, maar veganistisch. Dus ik ben eerst met psychica aan de slag gegaan. Ik heb de stress die het opriep van, maar wat mag ik nu wel en niet? En nou, dat heb ik allemaal getransformeerd. En ik heb doelovertuigingen gedaan als, ik heb een leuk leven als veganist. Het is mooi om veganist te zijn. Ik heb daar allemaal doelovertuigingen en allemaal belemmeringen heb ik getransformeerd. En vervolgens heb ik een actiestap genomen. En mijn actiestap was morgenochtend, want dat is heel belangrijk in psychica, ja, dat we het ook in de wereld zetten. Niet alleen maar van binnen ons goed voelen. En mijn actiestap was, morgenochtend ga ik van 9 tot 11 heb ik vrij. En ga ik in de supermarkt gewoon alle tijd nemen om alle verpakkingen die ik wil te bekijken, de ingrediënten te bekijken en leuk te bepalen wat mag ik wel en wat mag ik niet. Wat leuk. Ja, dat was leuk. En ik heb er 1,5 uur rondgelopen. De 2 uur waren niet eens nodig. En dat was heerlijk om te doen. Wat wij ook in het begin hebben gedaan, sorry hoor, dat ik hem even... Nee, graag. Maar wij gingen gewoon alles wat vegan was, gingen we kopen. Ja. En gewoon proberen. Spreads en kazen en yoghurts en weet ik veel. Alles was... En alle burgers gingen we testen. Ja. Nou, er valt ook heel snel weer heel veel af. Dat scheelt je dan daarna nog. Maar we gingen gewoon echt een proeverijtje ervan maken. Ja. Dat maakte direct heel erg leuk. Maar ja, goed, vertel meer, want dit is echt cold turkey, hè? Dat is mij, ik heb echt jaren over gedaan. Ja, het was dus een hele principiële beslissing. Ja. Cold turkey raad ik niemand aan, overigens. En, want, waarom niet dan? Nou, ik heb het wel moeilijk gehad in het begin. Want ja, wat er gebeurt is, je darmflora is er helemaal op ingesteld om dierlijke producten te verwerken. En wat ik zei, ik deed meerdere lagen. Ja. Bij een barbecue zat ik vol met vlees, ja, en met zalm. Dus je darmflora moet veranderen. En als je het cold turkey doet, dan gaat dat, ja, in je darmen wat onrust opleveren. Ja. Laat ik het zo beschrijven. Ja. Dan houden we het heel netjes. Ja. Maar wel heel herkenbaar.
Ja. Maar die onrust, dat is niet alleen lichamelijke onrust. Je darmen zijn een heel belangrijk onderdeel van je hele systeem. Dus ik voelde mij eigenlijk down. Ik voelde mij wat depressief, wekenlang. En ik had gelukkig een intervisiegroep die ik al jaren heb en toen dus had. Maar al jaren. En ik vertelde mijn verhaal en een van degenen in die intervisiegroep die zei heel mooi tegen mij, want ik vertelde vooral over hoe ik me voelde, hè, de emoties die ik erbij voelde en dat ik me niet prettig in mijn vel zat. En ze zei, weet je wel wat voor lichamelijke verandering jouw lichaam nu aan het maken is? En toen dacht ik, oh ja, dus daar mag je ook de tijd van voor nemen. Ik kan me ook voorstellen dat het een soort van rouw is om dat je misschien nooit meer vooraan staat bij die barbecue of zo. Of dat het misschien ook een soort van is van, wow, wat heb ik al die jaren daarvoor wel gedaan? Ik kan me op zijn minst voorstellen dat er heel veel gebeurt inderdaad. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat ik de rouw niet zo gevoeld heb, omdat het zo'n principiële keuze was. Ik heb natuurlijk wel vaak gedacht, wat ga ik nu tegen mensen zeggen die vlees eten? En vis en melk en alles. En daarin heb ik ook besloten, ik ben er oké mee dat we allemaal ons eigen leven leven. Ja. En ik ga niet als een soort roepende in de woestijn zeggen dat het allemaal beter moet. Ik zeg het wel tegen mensen. Ik ben er gewoon open in. En bijvoorbeeld op mijn werk bij Ernst & Young. Ja, als we naar het eten gingen, dan zei ik, ik eet veganistisch. Fijn als we een restaurant kunnen vinden waar we ook een veganistische maaltijd hebben. Maar mijn ervaring is dat mensen er eigenlijk altijd wel heel erg goed mee omgingen. En dat was mooi. Maar dat had je ook gebalanced. Ja, dat is waar. Hé, hey, en zijn je darmen weer oké? Okay? Helemaal. En anders dan daarvoor? Ik voel meer energie. Ik voel meer vrijheid. Ik voel me prettiger. Ik denk dat mijn leven wel verbeterd is sinds ik veganistisch ben gaan eten. Ik heb ook nog een struggle met eten. Daar doe ik heel veel balansen voor. Maar de ene keer doe ik de Janneke smoothies. Iedere keer bij het ontbijt. De andere keer zit ik weer heel erg op brood. De volgende keer snoep ik weer en snoep is dan veganistisch snoep, want ik probeer dan ook alles uit. Dus ik ben nog wel een beetje zoekende van wat wordt mijn toekomstige eetpatroon. En ik ben dan wel gecharmeerd van mensen die zeggen maar 2 keer per dag eten is ook oké. Ik hoorde pas dat Bruce Lipton, waar ik naar opkijk, die schijnt alleen maar te dineren iedere dag. En als je hem op het toneel ziet, als je hem weer het toneel voor de zaal ziet gaan spreken, hij heeft zoveel energie. Dus ik ben daar nog wel mee bezig, maar het veganistische stuk, ik wil niet meer terug. Absoluut niet. Weinig. Ik heb al mijn vragen gesteld, Martijn. Zijn we iets vergeten? Heb jij nog wat op je briefje staan? Heb ik nog wat op mijn briefje staan? Ik denk dat het allemaal wel langs is gekomen. Ja, ik heb nog non-prescriptief bestaan op mijn briefje staan. Dat is, zo. Dat is een moeilijk woord. Daar kunnen we het nog heel even over hebben. Maar het is ook al langsgekomen, Janneke. Kun je hem nog een keer herhalen? Non-prescriptief. Non-prescriptief. Wat zo mooi is aan... Het is bijna weer tijd voor Scrabble. Onthouden. Onthouden. Ik denk, het mooie aan psychica vind ik dat we, en je vroeg al naar schuld, maar dat we werkelijk zonder oordeel naar de dingen kijken in het hier en nu met hoe is het voor jou. In plaats van dat we zeggen, oh jij hebt hier last van en ik weet wat goed voor jou is. Oh, jij hebt ADHD, dan is dit het stappenplan om daar iets mee te doen. Zo werkt het niet. En ik geloof ook werkelijk dat het in het leven niet zo werkt. Ik snap wel dat heel veel zorgverleners graag een label plakken, want dan kunnen we daar een behandelplan aan plakken. Maar ik geloof dat het leven zich eigenlijk helemaal niet laat vangen in behandelplannen. Het leven laat zich vangen in het hier en nu, kijken naar wat je wel wilt. En daar hebben we het al heel veel over gehad. Ja, schiet me wel direct toch nog een vraag binnen en we grijpen gewoon onze kans. Ik had het al over hooikoorts. We hadden het over angsten. Mm-hmm. We hadden het over dingen in de sport. Waar kan ik psychica eigenlijk allemaal voor inzetten? Ja, eigenlijk voor bijna alles in je leven. En ik zeg bijna, maar ik kan niet eens verzinnen waarvoor niet. Ik denk dat je het kan inzetten om überhaupt een beter leven te creëren. Relaties, skills op je werk. Ik heb het dus gebruikt, want als perfectionist vond ik het heel moeilijk om te delegeren. Want ja, ik ben perfectionistisch. Dingen moeten zonder fouten gebeuren. Ja, ik was altijd beter dan mijn team.
Dus had ik het druk en zij niet. Dus delegeren, beter leidinggevende worden, depressies, burn-out, ziekteverschijnselen. En ik zeg typisch ziekteverschijnselen, want ik denk dat we met ons immuunsysteem en de stress die we oproepen de dingen erger maken. Dat betekent niet dat we met psychica alle ziektes oplossen, helemaal niet. Maar we kunnen wel kijken naar de stress die we er zelf op zetten. Mensen die horen dat ze kanker hebben en dan zo gestrest raken, ja. Maar dat helpt niet. Als je, als je gewoon in het hier en nu kunt blijven, dan kan je aan de slag met de diagnose die je hebt gekregen, in plaats van dat je het erger maakt. Je angsten, trauma's. We hadden een heel mooi voorbeeld, Paula, in een van de workshops van Paula, was een heel mooi voorbeeld van iemand die geboren was met een navelstreng om zijn nek. En die had trauma's over verstikking in zijn leven. Prachtig getransformeerd. Dus dingen als veiligheid, ja, waarvoor niet? Een betere tennisser worden, misschien, ik denk dat jij het, als ik naar de eerste podcast met Paula luisterde, heb jij het ook gebruikt om een betere roeister te worden. Dus ja, eigenlijk voor alles in je leven. Ja. Nou, waar kunnen ze mensen jou vinden? Nou, we hebben een website. dewerf.net. Uiteraard ben ik ook op LinkedIn en op Facebook te vinden. Ik zit even hard na te denken, maar ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn. En via onze website zijn er e-mailadressen en contactformulieren en webinars waar mensen zich kunnen inschrijven. Nou, dat vinden mensen denk ik zelf wel. Maar dewerf.net is onze website. Mooi. Mooi. Hebben we hem? Ik denk dat we hem hebben. Mag ik er toch nog één bal, één curve zo ingooien? Want ik, terwijl jij vraagt, dankjewel voor je vraag, waar kunnen mensen jou vinden? Denk ik, wat gaan ze op de website vinden? We hebben sinds dit jaar hebben wij het concept van deep dive coaching. En daar hebben we ook zulke prachtige resultaten mee. Dus die wilde ik er nog even ingooien. Wat we zagen is dat mensen voor 1-op-1 sessies komen. En dan kom je binnen, je werkt aan jezelf, je gaat naar huis. En dan een maand later ben je er weer of een week later. Maar omdat je terug naar huis gaat, moet je als je weer binnenkomt ook weer even op die glijbaan gaan zitten om te gaan glijden. En tegenwoordig doen we ook best veel deep dives, waarbij mensen 2 of 3 dagen in het mooie Ruurlo in de Achterhoek langskomen. En dan gaan we met 2 sessies per dag aan de slag. En dan nodigen we mensen ook uit, ga nou niet naar social media. Laat je e-mail even zitten. Ga echt met jezelf aan de slag. Wauw. En Ruurlo is een prachtige omgeving. Je kan tussendoor wandelen, reflecteren in het bos of in ons gastenverblijf een dutje doen. En eigenlijk iedereen die na een deep dive weer naar huis gaat zegt, ja, nu is er echt iets groots getransformeerd. Wow. Nu heb ik echt een stap gemaakt in mijn ontwikkeling. Nou, die wilde ik nog even noemen. Ja, maar dat snap ik wel. Dan heb ik denk ik alles wel gehad. Ja, leuk. Ja. Ja, maar 3 dagen vind ik ook nog wel te overzien. 3 dagen is te overzien, ja. En we zeggen ook, 4 dagen is te veel. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, je kan beter 2 dagen komen, een paar maanden thuis gaan kijken wat er allemaal veranderd is, en dan nog 2 dagen komen, dan dat je alleen maar balansen komt doen bij Paula en Martijn. Want van balansen ga je je beter voelen van binnen, maar je moet het echt in de wereld zetten om dat betere leven te creëren, ja. En het resultaat te zien. Ja. Mooi. Mooi, dankjewel. Ja, jij ook heel erg bedankt. Jij ook heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag dus ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Dat is de plek waar je het boek De Eiwitleugen vindt. Ook de enige plek. Nou, dat is niet helemaal waar. Je vindt het ook bij Vega Life in Amsterdam. Dat is een winkel waar ze echt alleen maar veganistische spullen verkopen. Het is misschien leuk om gewoon eens even als een uitje naartoe te gaan. En er is nog een website van Rauw, Naakt en Gezond, daar vind je het boek ook. Maar verder, jannekevandermeulen.nl, dat is de plek waar je het boek De Eiwitleugen kunt vinden. En dat is ook de plek waar je het knopje doneren vindt. En dat waarderen wij enorm als je daar je waardering met ons deelt. Dus dat gezegd hebbende, heel graag tot de volgende keer. Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten.
Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld. Maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl.